Je bent de eerste die het studiemateriaal gaat studeren en dat is een hele goede zaak. Het is zelfs beter dan wanneer je informatie, flashcards, notities van anderen gebruikt die al bijvoorbeeld een studieboek of een artikel of een syllabus hebben gestudeerd. Dus we gaan nu even kijken hoe dit moet en ik ga je straks nog meer uitleggen waarom dit een goede zaak is. Dus stel je kijkt in het boek en het eerste hoofdstuk dat je wilt studeren is inleiding. Je klikt op doorgaan en je ziet dan nu het hoofdstuktiteltje hier wordt toegevoegd aan je inhoudsopgave. Nou, wat ik je aanraad is om gelijk de rest van de inhoudsopgave in ieder geval op het eerste niveau ook toe te voegen. Oké, dus je klikt op bewerk en dan kan je hier andere hoofdstukjes toevoegen. Dus je klikt hier bijvoorbeeld, je typt hier in geschiedenis, landen, bekende mensen, etc. Het maakt niet uit, ik geef hier een voorbeeld. Oké? Dus je kan nu zeggen, dit is de eerste laag van de inhoudsopgave, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, maar je kan ook een tweede laag invullen, bijvoorbeeld... landen, Nederland, België, Frankrijk, etc. Je doet het allemaal door de tab, ga je van dit naar daar, naar daar. Dus je slaat het op en je ziet nu dat de inhoudsopgave mooi links in beeld is toegevoegd. Nu klik je op het hoofdstuk wat je wilt leren en je gaat gelijk flashcards maken en notities. Oké, wat je heel erg aanraadt is om dit studiestappenplan te volgen, want daardoor ga je gewoon veel minder lezen en veel betere aantekeningen maken. En als je wil kan je nog een mindmap maken van de stof. Dus je maakt nu een aantal flashcards en op een gegeven moment kan je ze gaan printen of oefenen. Nou, dit oefenen is essentieel. We meten hier precies hoe goed je de stof nog in je hoofd hebt, wanneer je het moet herhalen, hoe je het moet herhalen. Dit gaat allemaal op de perfecte manier. Nogmaals, het is goed dat je de eerste bent. Dus schrik niet van het feit dat je de eerste bent en dat er nog geen samenvatting in zit. Nogmaals, als je een flashcard van iemand anders gebruikt of gelijk honderden flashcards van anderen gaat gebruiken, dat is op zich niet slecht, maar het is extreem veel beter om ze zelf te maken. Want als je een flashcard van iemand anders gebruikt, je zal de stof opnieuw moeten creëren in je hoofd. Dus je zal die flashcard eigenlijk opnieuw moeten maken in je eigen taal, op je eigen manier, voordat je hem echt goed kunt onthouden. Oké, vooral de lastige. Dus ga er gewoon mee aan de slag. Ga ervoor en je kan me altijd bereiken via WhatsApp hier. Oké, dankjewel, succes!